De Kanawaima Ferry Service is al enige tijd uitgevallen. Om te geraken tot een oplossing is op woensdag 19 juni 2019 een ministersdelegatie richting Nikkeri vertrokken voor een oriëntatiebezoek. Minister Stuart Getrouw hierover. De delegatie die gisteren naar het westen is getogen, is niet gegaan om het probleem of de perikelen rond Kanawaima als zodanig. We zijn er daartoe gegaan, ja, om ons te oriënteren in het gebied wat men noemt Baktra. En de delegatie bestond uit mijn persoon, de minister van Defensie, de minister van RO, regionale ontwikkeling, en de minister van Buitenlandse Zaken. We hadden ook in ons midden NCCR, vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, LVV, en niet te vergeten ook was er, de douane was ook aanwezig, natuurlijk ter plaatse aangekomen, heeft het hoofd, ja, of degene die belast is met de leiding in het westen, dus Nikkeri, dat is hoofdinspecteur Forster, zich ook toegevoegd aan het geheel. Waar het eigenlijk om gaat, is om naar mogelijkheden te kijken hoe we het persoon- en goederenverkeer op de meest adequate wijze kunnen controleren. In dit geval gaat het dan om een stukje regulering. Dus we komen op het punt van quarantainzand. Hebben we kunnen merken dus dat er eigenlijk een bevallige container was aangebracht. Die sowieso aan herstel onderhevig is. Maar toch niet voldoet aan bepaalde eisen, zodat we al die actoren daar kunnen onderbrengen. Want dan heb ik het over de politie, de douane, de militairen, al de mensen die ik daarnet genoemd heb. De minister van OW was erbij. Dus we hebben unanieme afspraken gemaakt om zo snel mogelijk te gaan werken aan de faciliteiten. Ja, om die diensten al daar onder te brengen. Er zal dan een controle plaatsvinden vanuit die twee punten. Verder zijn we ook naar het andere deel gegaan van Soudring, van Baktrak. Ja, want dan heb je dat, kijk, ik ken dat gebied niet zo geweldig. Dan heb je dat gebied wat men noemt Clara Creek. Ja, dat is meer naar aan de linkerzijde. En dat leent zich echt wel voor zaken die eigenlijk het daglicht niet mogen schijnen. Ja? Wat de bedoeling in feite is, om voor de time being die regulering, ja, de controle daar te doen plaatsvinden. En op een gegeven moment moeten we tot het punt geraken dat Baktrak tot het verleden gaat bestaan. Ja, sowieso. We horen hoe je iets wil zeggen. Maar het neemt nog wel tijd en werk. Ja, en mensen zeggen mee. Waar het om gaat, vanaf de vorige week zijn de controlewerkzaamheden verscherpt geworden. De controle wordt uitgevoerd door het Nationaal Leger, ja, samen met het Korps Politie Suriname. In het verleden was die controle alleen maar in de ochtenduren, maar nu wordt de controle ook uitgeoefend in de nachtelijke uren. Want we moeten voorkomen dat de mensen het land binnentreden. Ja? Zonder dat de overheid daarvan zich doordrongen is.